Hallo en welkom bij weer een nieuwe commentaar van Nick Owens, oftewel Mr. Fantastic. En vandaag spelen we Domination op Tremor. Ik heb al een stukje eraf gehaald voor jullie, want die laatste games zijn zo lang. Die is zo verschrikkelijk lang. Ik heb het uitgerekend, duurde echt 30 seconden. Maar wat is 30 seconden? Eigenlijk vrij weinig. Maar ja, tel het allemaal maar eens bij elkaar op hoe lang je dan zit te wachten eigenlijk. Dat vind ik veel te veel. Dat hebben ze aangepast en dat vind ik toch. Nee, vind ik niet leuk. Ja, ik speel nog steeds met de Honey Badger. Het gaat nog steeds lekker. KD is op momenteel 1.94. Ik krijg hem niet op die 2.0. Ik had net 1.99 en toen ging het een tijdje slecht. Ja, ik sta momenteel iets van 9000ste in de ranglijst van Domination. Ik zal het even opzoeken. 8248ste en ik ga nog steeds omhoog. Dus het gaat op zoek. Domination is mijn game. Ja, vandaag gespeeld met een van mijn kameraden, Maurice. Op een gegeven moment begon mijn internet te falen en konden we niet meer samenspelen. Ja, voor de rest is er weinig te vertellen. Ik heb nagedacht over dingen die ik wilde gaan doen. Nou ja, ik ga die Elgato kopen. Die koop ik op mijn verjaardag. Komt die dag erna aan. Ik ben aanstaande dinsdag jarig. En ga ik sowieso live commentaries doen. Ja, vooral omdat theater dus niet zit. Live op gaan. Ja, en voor de rest heb ik eigenlijk geen flauw idee wat voor dingen ik kan gaan doen. Want we zitten nu op dag 4 van Call of Duty Ghosts. Ja, het gaat nog steeds lekker. Ik ben nog steeds vrij. School, het is mijn laatste weekend nu. Of het weekend gaat nu. En dan ja, moeten we even gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Of ik nog wel zoveel upload. Want dan moet ik gewoon naar school. En zal het waarschijnlijk niet dagelijks meer worden, maar iets minder. Maar nou, vraag je aan jullie. Wat vinden jullie dat ik moet gaan uploaden? Ik heb een... ja, voor een aantal series. Ik heb geprobeerd om een camstrike te halen. Ik was dus op 22 kills die ben ik heel vaak dood. Dus ja, dat ga ik sowieso nog proberen. Maar ik wil echt die kill dead eerst omhoog. Want enemy satcom spotted. Ik moet hem 2.0. Maar ik merk wel dat ik sterkere tegenstanders tegenkom. En, IMS ready for deployment. Ja, dat merk ik wel. Ik ben momenteel level 39. Je zou wel denken, dat duurt het lang. Ja, klopt inderdaad. Het duurt echt verschrikkelijk lang. Ja, het duurt gewoon echt lang bij deze Call of Duty. Ik weet niet of ik echt wel zo vaak ga prestige en hoe dat uit gaat pakken. Ik kwam vandaag wel in tegen van prestige heen, maar in principe kwam ik haast niemand tegen die zo prestige is. En dat was bij MW2, MW3. Was het eigenlijk al na een paar dagen dat ik gelijk wel mensen zag die geprestige waren. Maar het valt op deze game echt super erg mee. Dus ja, ik ga prestige wanneer ik kan. En misschien één keer, misschien twee keer, misschien alle tiende keer. En misschien nog wel met een nieuwe tien keer. Maar moeten we even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb ook een nieuwe class aangemaakt met Honey Badger. Met specialist killstreak om die camstrike te halen. Daar ga ik echt voor bezig straks. Enemy satcom spotted. Ja, dat is nog vrij lastig. Ik heb nu een keer van slechte potjes tussendoor te komen. Ik ga nog vrij snel omlaag. Dus ik wil even nog een, denk nog een beetje. Nou, wat zal het zijn? Een weekje of twee. Doorgaan voor kill deaths. Zit ik op ongeveer rond de 10.000 kills. Ik zit nu op 2500. Dan, ja, dan gaat het niet zo hard meer. Dus dan kan ik wel meer troll gameplays misschien gaan uploaden of wat andere dingen. Maar dan moet ik even kijken. Ja, dus mijn vraag aan jullie, wat willen jullie dat ik ga uploaden met Call of Duty? Ik heb eraan gedacht om een video te gaan uploaden voor achievements. Die wordt vaak wel heel goed bekeken. Maar ik weet niet of dat goed is voor mijn subscribers die nu mij eigenlijk volgen of zij dat nuttig vinden. Maar ik heb er wel een paar in gedachten gehad namelijk. En ik wil gewoon een serie gaan maken die wekelijks terugkomt. Dus bijvoorbeeld een Domination donderdag of zo. Maar eigenlijk upload ik alleen Domination, dus voor mij heeft het niet zo heel veel zin om dat te gaan doen. Maar denk er eens over na wat ik zou kunnen doen. Tussendoor heb ik eigenlijk maar één wapen gekozen, Honey Badger. Ik heb nu net ook een class gemaakt met de sniper. De L115 heb ik een variable scope op.
Armored Piercing, dus FMJ eigenlijk, en een Suppressor. Suppressor ga ik er denk ik afhalen. Ik heb 3 attachments erop. Dus Secondary en PDW, die handgun, nou, die is toch eigenlijk wel goed, de 3 handbeurs. En dan als lethal heb ik een Claymore, ja, die weet ook wel, EAD ofzo. Die is niet zo super goed en die motion sensor die is helemaal slecht. Friendly Oracle online. Zoals perks heb ik Off the Grid, Amplify en Extra Attachment. Ja, en voor de rest gebruik ik eigenlijk niet veel. Ik heb Spikecraft, Shatcom, Ammo Crate en Ballistic Vest, omdat ik dan snel zat om heb. Waarschijnlijk de killsticks met sniper haal ik toch niet zo hoog. Dus ik moet even gaan kijken wat ik allemaal kan gaan doen daarvoor. Maar ik zit even te kijken nu, want ik heb de suppressor afgehaald en ik heb wat is het eigenlijk? Chrome Line eronder gezet. Ik weet niet precies wat het doet. Ja, het is increased damage with increased hit. Dus ik heb minder accuracy, maar wel betere damage. En de silencer zal mijn accuracy beter worden. Dat is super raar, de silencer. Terwijl je daar wat veel recoil mee hebt. We zitten ongeveer op het midden van het potje. Het staan 125 tegen 76. Zoals jullie kunnen zien, ik ga er vrij redelijk goed. Het is een beetje een standaard potje nu. Het is een beetje 23, 8 zoiets. Dus het zijn mijn standaard potjes nu. En deze IMS restart killt zo ontzettend veel. Ik heb weer een field order complete, dus mijn tweede deze game. Ik ben in deze game nog niet zo'n hoog level. Ik weet niet precies welk level ik ben. Maar de killstreaks zijn er nog niet. Die komen er echt aan. Ik heb zometeen, ik zal het even voor je opzoeken. Een gameplay met... die we nu kijken is 52-11. Kan ik al verklappen. De volgende gameplay wordt 64-17 en daarna wordt het weer 36-6, 24-2, 36-3. Dus dat zijn de gameplays die nog komen, die ik heb staan. Heb ik nog een tussendoor een gameplay van Freefall, de pre-order map, die vrij weinig mensen hebben. Ik vind het super raar dat ze die niet bij een pre-order hebben gekregen. En die map heb ik dus 1 keer gespeeld en hij viel ontzettend tegen. Hij leek echt heel erg vet, maar hij viel echt tegen. Ik heb daarover de game type Cranked gespeeld. Een grappige game type. Alleen, als je iemand killt, dan gaat alles ineens sneller. Je rent sneller, je reload sneller. Je aimt sneller. Dus het wordt een beetje een gekkenhuis game dan. En dat is ook de game type Cranked eigenlijk. Het was heel slecht voor mijn kill dead. Ik had een 1.0 kill dead. 11-11 stond ik. En ik dacht echt bij free van, wat is dit voor map, joh. De spans zijn heel slecht, die spant eigenlijk gewoon naast iemand en het is weer de kleinste map van de game en die zijn altijd gewoon slecht. Zoals Rust van MW2 kun je het zeg maar vergelijken. Ik geloof dat die nog veel kleiner is dan Rust. Dus om even aan te geven hoe klein die is, want ik denk niet dat heel veel mensen die map hebben. Ik zie trouwens ook heel veel mensen met die Classic Ghost multiplayer type rondlopen. En ik weet dat ik die ook heb gekregen bij mijn pre-order van de Hard Edition. Maar hij unlockt niet. Ik vind het echt super raar. Hij unlockt gewoon niet. En ik heb al heel wat gekeken. Ik heb al nieuwe characters gekocht. En ook daar al gekeken bij Special en zo. En ik heb al een suit. En bij Gender kan ik eigenlijk niet zoveel. Vooral het draait niet zoveel. Ik kan eigenlijk helemaal niet selecteren welke ik eigenlijk wil. Dus dat is een beetje groot. Ik heb wel helemaal patches en backgrounds wel. Ik vind dat ik heb mijn nieuwe poppetje. Maar ik vind het een beetje raar, dat niet. Die code. Ik heb hem wel ingevoerd. Dus ik moet eigenlijk even gaan kijken hoe we dat gaan oplossen. Want er stond wel dat ik hem gewoon gedownload had. Misschien moet ik even bij download content gaan kijken. Misschien moet ik hem nog ergens aanvinken ofzo. Want Season Pass is ook gedownload, maar ik kan nergens zien dat hij aangevinkt is eigenlijk ofzo. Want Season Pass staat hier. Oh ja, hier staat hij purchased. Even kijken of hij actief is. Ik vind het eigenlijk geen. De helft doet het niet, de helft krijg je er niet bij. Ik vind het
qua merchandise een beetje slecht van Call of Duty. De bonus hebben ze dus blijkbaar niet gekregen van Free Fall. Ja, het valt dus allemaal een beetje tegen, dat is een beetje jammer. Maar de game is echt hartstikke goed. De campaign was hartstikke goed. Ik ga het zeker nog even uitspelen. Op Veteran natuurlijk ga ik hem uitspelen. Maar ik ga ook de Rourke files nog halen. Dat zijn de collectibles zeg maar, van deze game. Er zijn 18 files te behalen. 1 in elke missie. Dus ga ik gewoon even een YouTube video voor bekijken. Misschien dat ik er zelf ook één maak. Met al die Rourke files. Dus, ik heb er al één gevonden. Die de rest van de 17 die misschien dat ik die ook voor jullie upload. Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil gaan doen. Maar in ieder geval, is deze game bijna ten einde. We staan dik voor, we gaan het makkelijk winnen. En ik heb toch een aardige kill. Het is niet bijzonder. Ik heb veel kills gemaakt, dat wel. Maar hier echt een bullshit detector. En weer een IMS kill die eigenlijk toch heel erg veel kills van mij maakt. Dat is zeker al dikke 50 tot 100 kills van mij gemaakt. Oké, dit was de game voor vandaag. 54-17, ik heb er 2 vandaag geüpload omdat het gisteren niet kon. Dus dit was dag 4 van Call of Duty Ghosts. Bedankt voor het kijken mensen en tot later.